De hoogte van de inbouwkast is bepalend voor de hoogte van de wandkasten. Als er geen inbouwkast bij zit, hou dan de hoogte op de tekening aan. Maar let op, meet op dit moment ook of er voldoende ruimte is tussen de hoekwandkast en inbouwkast. Hou met maatvoering ook rekening met de hoogte van eventuele achterwanden. Voordat je de wandkasten ophangt, bevestig je alvast de snoeren voor de inbouwspotjes en de TL's. Draai de kasten vast met een lange kruiskopschroevendraaier. Vul de kasten aan de achterkant uit met formica of boord om ze waterpas te krijgen. Zorg dat ze 100% waterpas en haaks tegen elkaar hangen, zowel horizontaal als verticaal. Kit het uitvulmateriaal dat je onderaan de wandkasten gebruikt tegen elkaar en kit het ook aan de kast vast. Dit voorkomt dat het ertussen uitvalt. Plaats het terug. Als de wandkasten hangen, ga je de wandkasten en de inbouwkasten aan elkaar vastschroeven. Controleer de inbouwkast nogmaals of deze verticaal en horizontaal waterpas staat. Beugel hierna de inbouwkast vast aan de muur. Plaats minimaal 3 à 4 stoelhoeken aan de binnenkant om de kast aan de muur te fixeren. Doe dit zo hoog en laag mogelijk en plaats er ook nog één in het midden. Begin de wandkasten altijd vanaf de inbouwkast te monteren. Dat is je maatvoering. De klepkast wordt nu op maat gemaakt om ruimte te maken voor de pijp van de afzuigkap. Schroef de klepkast vast aan de inbouwkast en kijk weer of het nog waterpas staat. Heb je waterpas? Stel de zwaarste zijde van de inbouwkast, dit is de scharnierzijde, een fractie hoger. Ietsjes hoger. Is goed. Ja, perfect. Hartstikke mooi. Maak uitsparingen voor de aansluitsnoeren van de inbouwapparatuur. Controleer altijd voor de zekerheid nog een keer of de hoogte links en rechts van het blad en de onderkant van de wandkasten gelijk is. Monteer nu de spotjes onder de wandkasten. Voordat je straks de kranslijst monteert, controleer je of ze werken.